It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. Vandaag ben ik hier met Sam. Hallo. Als we achter op kanaal. Dus we gaan kijken hoe ver we kunnen komen in zombies. We hebben het ook op zijn kanaal gedaan en nu gaan we het gewoon op mijn kanaal doen. En wie weet komen we wel fucking ver, halen we het wereldrecord. Misschien ook wel niet. Nou, sowieso het wereldrecord wel. Ik bedoel, het moet toch te doen zijn. Ik bedoel. Ik heb hier koekjes liggen. Ik heb drinken liggen. Je hebt voorbereid voor de zombies, hoor ik al. Zombie apocalypse, let's go. Nog geluid je fucking hard houden. Oké, let's go. Round 1. Maar in ieder geval elke dag om 2 uur een deel online. Tenzij we zo slecht zijn dat het maar één deel wordt, maar dat ga ik vanuit van niet. Moet je kijken, hè, op mijn kanaal, een van mijn eerste video's, had ik dat wel. We waren maar op de ronde 5 gekomen met een vriend. Noep. Nee, mijn keel. God. Suck de kak. Yeah. Maar mocht je deze video natuurlijk net leuk vinden, laat dan even je blauw duimpje omhoog achter. Kijk natuurlijk op Sam's kanaal als je dat nog niet hebt gedaan, natuurlijk. Maar dat hebben jullie natuurlijk wel gedaan, want toen ik die video, ik en Rubens maakte, toen hebben jullie dat zo en zo wel gedaan. Ja. En Sam de mystery box zat in dat huis binnen. Echt? Ah ja, kut, sorry. Open jij de achterdeur? Hey, Chesto, ik heb een heel geniaal plan. Wat? Je moet één wapen hebben die je hier kan kopen en die moet je gewoon packen punchen zo. Ja? En de andere moet je boxen, want weet je nog het probleem wat vorige keer hadden? We konden geen ammo halen, maar dan kunnen we ammo kopen als we eentje aan de muur kopen hier. Oh. Ja, maar weet dan denk ik dat we die MP5 moeten gaan kopen, die hier binnen zit. Of die achter aan de muur hangt. Of die M14, die kan je misschien packen punchen, misschien is die dan heel chill. Deze hier? Ja, misschien is die dan heel chill, ik weet niet. Ik ga het gewoon op wagen. Ik ga het erop wagen, fuck dat, ik heb het al gedaan. Je bent echt lul, je moet die deur eens openmaken. Ja, waarom moet ik dat nou weer doen? Waarom jij niet? Omdat ik vorige aflevering het deed. Oh, gaan we zo beginnen? Oké, ik doe het wel hoor, schatje. Niet die deur! Weet ik, ga alleen even hierheen lopen, mag dat niet? Wat een gek zeg. Nee, je moet pas deze openmaken als je ook genoeg hebt daarna om Juggernaut te kopen, weet je nog? Ah, weet ik. Want dat was mijn tactiek, weet je nog. Anders komen too much zombies. Ja, too much en als je daar boven vast zit, dan ben je echt lul hoor, even serieus. Nee Sam, wat ik dus doe is, hier binnen ligt toch ook een MP5, of niet? Nee, die ligt daarboven, daar is, waar die Juggernaut staat. Die ligt daar. Die wil ik daar eens kopen, dus. Oh. Maar die wil heel weinig ammo, hè? Even serieus. Is dat zo? Ja. Oh, deze ontploffen, dus uitkijken daarvoor. Schiet die chill wapen? Ja, nu nog wel, maar ja, later heb je het geen nut meer natuurlijk, hè? Maar. Ik vraag me af of die shotgun hier zo goed is, man, die Olympia. Ja, ik denk het niet, man. Oké, open jij die deur, want het is 1000 punten geloof ik. Of 750. Nee, 750 maar. Natuurlijk, joh. Suk de kak, jongen. Oké, ik ga scheef. Regen! Echt. Grapje. Je lul dat je nek. S12, oh nee. Ik ga je nou nog één keer pack of één keer boksen. Dan moet ik wel een chill wapen krijgen en dan gaan we gewoon sparen. Als eerst jug kopen, dan fast hands, dan double tap en dan die rempack, toch? Ja, maar ik denk dat ik geen dubbel route heb meer door. Ik ga denk ik in plaats van double tap gewoon dat je sneller kan rennen, weet je wel. Want dan ga je ammo helemaal naar kloot, hè, dat je sneller kan schieten, hè. Ja, daar heb je wel gelijk in. Dat hadden we vorige keer, weet je nog? Ja, dus we moeten nu zijn beter voorbereid. Want voor de mensen die weten wat er vorige keer gebeurde, we waren ongeveer ronde 24 of zo. En toen, oh, ik heb een nu instaan. Pakken, wachten. Oh. Knife gewoon. Je moet gewoon knifen. Of met je pistool, boeien. Maar we waren geen ammo meer en er kwam ook geen, hoe heet het nou? Geen max ammo meer. Toen waren we fucked. Dus we waren gewoon lul. Toen gingen we met die golfen knuckles, weet je nog? Ja, maar dat was niet zo. Maar dat was ook geen succes, jongens. Nee. Dus ik denk dat ik ook geen double tap meer ga kopen. Maar jammer dat ze nu die perk in deze map hebben, dat je 3 wapens kan hebben. Dat is echt chill. Dat was wel in die DLC map, weet je nog? Ja, was ook gewoon in Black Ops 2 altijd, maar ja, dat is er nu niet. Ja, ik weet het niet, man. Er zit de hele tijd wat eten tussen mijn beugel. Dus ik kijk net. Ja, mij ook. Ik heb net spinazie gegeten. Allemaal van die groene slier tussen. Lekker. Maar jongens, kijk. Ik heb hier Fristy. En Fristy is gewoon fucking lekker. Kijk maar. Ja, dat zie ik dus niet, hè. God. Ja, jij niet, maar moet je mijn video maar eens kijken. Dat doe je toch mee. Ja, ik kijk nooit je video's. Zo slecht, hè. Grapje. Grapje. Ah.
Ik heb de S12. Ik ook. Ja, leek op de Galileo even of zo. Sam, zijn matjes, kijk hier. Ik ga. Hoi. Wie weet is dit ding wel hartstikke chill als je hem upgrade. Ja, ik ga het niet op wagen als ik eerlijk ben, want de ammo is wel heel erg weinig. Dat wel, maar het is tot nu toe wel gewoon one shot, dus ik vind het prima. Ik vind het helemaal mooi. Ja, het is inderdaad one shot, maar ik ga gewoon even een paar keer boxen. Nog, hè? Ik ga gewoon boxen tot deze ammo op is. We moeten ook sowieso wel even Quickie 5 weer kopen, hè? Oh ja, dat was hem. Quickie 5, Juggernaut, die Rampurk en Speed Cola. Yep. Jij snapt hem, maat. Hoi! Hoe is het mogelijk, gek? Hoe is het mogelijk? Ah, oh, mooi. Zo. Max ammo. Oh, wacht even. Even reloaden. Deze ook reloaden. Oké, pak hem maar. Voor mij mag je pakken als je wil. Suck de kok. Ik vind hem eigenlijk best wel chill, die S12. Ja, nu nog wel, ja, maar... Even het raampje dicht. Dicht timmeren. Serieus, ik kom fucking 30 punten tekort voor een fucking ding. Oh, ik ren de zombie hier. It was on this moment, Sam New. Fucked up. Oh shit, kill hem, die ontplofte. Maakt niet uit. Als jij nu een chill wapen krijgt, ga ik je echt neuken. Ik had bijna te rekenen deel 2, hè? Over deel 2, Mark 2. Deel 2, Mark 2. Ja, nu een nieuwe cube. Ja. Nee, ik zweer, hij was echt. Hij kwam er en toen kwam die nieuwe cube. Eerlijk, dan denk je wel van. Oh, kut. Ja, maar die Reku Mark 2, jongen, die is fucking chill. Die schiet ze. Ja, triple burst. Maar heb jij die ook? Die kan je niet, jij kan hem niet krijgen. Ja, hoor. Ik kan hem wel krijgen, alleen ik heb hem niet. Nee, maar jij hebt geen DLC maps. Je kan hem alleen krijgen als je DLC maps hebt, hè? Echt niet? Vorige keer ging hij bij mij ook te langs. Ik zweer, toen ik met Tim speelde, toen kon ik hem ook krijgen. Toen had ik hem zelfs. Oké. Ik heb wel DLC maps, ik heb ze alleen niet gedownload. Ja, je moet ze wel downloaden, hè? Nee, want dan kan je geen online lobby's meer vinden, man. Ja, ik heb het ook en ja. Je moet gewoon lief als je op map tegen krijgt. Ja, maar ik wil niet lief, want dan word ik weer race quit genoemd. Nee, sowieso wel. Vandaag ook, hè. Ik zat in een lobby met die jongen die me herkende. Die hield constant 4 sets counters tegen me. Haalde. Ja, hield, haalde. Oh, lekker. Oh, ik ga even boksen, man. Oh. Moet mijn handen wegdoen op mijn S12. Handgun? Als je deze. Als je handgun upgrade, hè? Oh. Ja, dat doet Tim altijd. Dat is ziek chill. Zonder dolle, no joking. Het is gewoon een noobtube pistooltje. Hoe wist je dat? Wat? Dit heb ik ook zo vaak gedaan. Ik heb hem hier. Weer! Zag je dat weer? Eén voor de regen. Echt? Dat zag ik niet. Het was gewoon een prank. Oh. Kanonnen. Hoe is mogelijk, gek. Yo, ik ga nog even een paar keer boxen en dan ga ik voor de Juggernaut sparen, want anders gaat het niet goed komen hier, oh. Ja, ik ga hier nou nog één. Ja, ik weet niet, man. Oh, lekker. Nu kan ik hem betalen, de box. Nat. Oh, wel. Lekker. Yo, ik krijg 400 punten, hè. Nee! Oh, ik pakte hem bijna, maar gelukkig ging ik reloaden. Waarom pak je niet? Het is gewoon chill om een EP. Nee, ik heb toch...